Zo, goedemiddag. Vandaag ben ik bij Bo in Den Bosch. En Bo die is heel ongedurig. Die vond het ook helemaal allemaal niet zo leuk. Ondanks alle pauzes die hij gekregen heeft. Maar hij is nu klaar. Dus hij mag het, ik zou zeggen het ruime sop, omdat het hier toepasselijk is. Alleen zijn we nu dan binnen. Laat het beest maar los. Ja, dat gaan we doen, hè. Kom maar, Bob. Kom eens even wachten. Zo. Nou, heel grappig om te zien hoe die vacht volwassen is geworden in de tussentijd. Sinds de eerste keer dat ik hier was, toen was het echt nog een pup. En nu is het dit. Kijk eens wat een mooie dikke vacht. Glimt je tegemoet. Nou, lijkt zit weer zwart. Lekker terug. Hij is weer helemaal zwart. Bruin is er voor nu even vanaf. Hij is weer zwart. En dorst. Dorst. Ja, hij drinkt veel. Nou, Bo, laat je zien, joh. Naar buiten. Laat je even zien. Naar buiten. Hey. Nou, ben je vrij? Geniet er dan ook van. Goed zo. Ah, Bo. Kijk, op twee. Zie, kunnen we hem een beetje zien. Hij heeft een prachtige vacht. Hij heeft een mooie, dikke, curly vliesvacht. Veel vlies. Waardoor het er heel stevig in zit. Het curly zijn de krulletjes, toch? Ja, dat klopt. En hij heeft natuurlijk niet zo heel veel krul. Maar het is gewoon dat vlies is wat het naar buiten drukt. Het is, als hij langer is, dan heeft hij wel die. Ja, vlees, dan gaat het wel krullen. Daarom is het ook curly vlies. Ja. Het is wel een combi, ja. Het is wel heel mooi. Ja, maar dan is je frustratie kwijt. Maar je bent weer heel netjes. Heel netjes, ja. En het is prachtig weer. Dus, ja, vorige keer hebben we hier buiten gestaan, maar dat. Ja. We moeten nog even op wachten voordat dat weer kan. Kijk, daar hebben we ons hertje. Ons dartele hertje. Hij vindt het ook zo leuk, hè, met een balletje. Ja. Een stok. Dat vindt hij allemaal zo leuk. Los dan? Los dan boven? Los. Los. Nou, ik ga hem lekker met rust laten. Hij heeft zijn rust verdiend en jullie ook. Tot de volgende.